Goedendag, ook deze zondag wordt het weer prachtig weer met geregeld zon. En het wordt iets warmer dan gisteren. Met wat hogere temperaturen zien we de komende dagen ook dat het steeds warmer wordt. Met dinsdag het hoogtepunt. Nou, we zien vandaag geregeld de zon, maar ook wolkenvelden. En dat kunnen vooral veel hoge wolkenvelden zijn, maar ook die kunnen de zon wel afschermen. Temperaturen komen uit op zo'n 21 tot in Limburg nog 24 graden. En het blijft overal droog. Aangenaam weer buiten. En dat met vrij weinig wind in het binnenland. En de noordkust, daar waait wel nog een windkracht 4 tot 5. Nou, en kijken we naar vanavond en vannacht en morgen, komt er maar weinig verandering in. Sterker nog, het gaat nog iets verder opklaren, waardoor we morgen de zon nog wat vaker zullen zien dan vandaag. Het wordt morgen 24, 25 graden, dus weer ietsje warmer. En dat zien we ook op dinsdag gebeuren. Nog meer zon en nog meer warmte. 27 graden gemiddeld in het land. Landinwaarts kan het 28 of zelfs 29 graden worden. Ja, en dan de woensdag ook nog een zomers warme dag. En waarschijnlijk komt er later in de werkweek verandering in de vorm van onweersbuien.